stress? Stress? Samenwerken. Helemaal voor. Studiedruk? Die bestaat niet. Nou, dat is oneens. Ik leer nog steeds eigenlijk voor een 8, terwijl ik denk dat ik voor een 6 leer. Waarom is dit de goede keuze? Het past gewoon heel erg bij mijn interesse. Dus het is een beetje techniek. Een beetje heel erg technisch ook. Maar je hebt gewoon wiskunde, krijg je nog steeds. Maar je krijgt ook vakken als bestuur en recht. En dan leer je echt heel veel, zeg maar, over de maatschappij. Je krijgt heel veel algemene kennis ervan. En dat vind ik gewoon heel leuk. Bijvoorbeeld de krant leest dus van, wacht, deze term ken ik, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel leuk. En verder ook wat je ermee kan, zeg maar, na de bachelor. Van die hele grote problemen, bijvoorbeeld stikstofproblemen of zo. Dat kwam dan ook de eerste paar colleges al voorbij. Dat dacht, dit is echt super interessant, zeg maar. Het is echt precies waar mijn interesse ligt. Dus daarom is het wel echt een hele goede keuze. Hoe ga jij om met de druk van presteren? Deadlines. Ik voel echt wel de prestatiedruk om uniek te zijn en bijzonder en speciaal. En dat je jezelf kan onderscheiden van je leeftijdsgenoten. Het is nu donderdag, vrijdag. Morgen heb ik 3 deadlines van al mijn 3 vakken. Dus het is wel, je kan niet even zeggen, ik ga even 1 week rustig aandoen. Want dan loop je al best wel achter. En dat komt dus voornamelijk ook omdat we heel veel projecten hebben. En projecten, dan kan je niet even free rider zijn. Want je hebt ook een verantwoordelijkheid tegenover de groep. Ik had bijvoorbeeld afgelopen periode dat ik in mijn tentamenweek 2 dagen voordat ik het tentamen had, was begonnen met een vak. Dan zit de stress heel hoog. Dan denk ik van, ik ga het nooit halen. Maar daardoor denk ik van, ik ga echt keihard studeren. Toen heb ik eigenlijk het vak wel gehaald. Dus studiedruk bestaat zeker, maar ik ervaar het vooral op een positieve manier. Als dingen mislukken, fout gaan, hoe ga je daarmee om? Als iets mislukt of fout gaat, dan is dat een hele lastige om te accepteren. Kijk, in theorie snap ik dat is dan gewoon hoe het leven is en dat is het lot en weg. Maar meer eerlijk en realistisch, dan zit ik wel een beetje te balen. En hoe zie ik dat? Zit ik een beetje te balen dat iets niet lukt? Ja, dan zit je toch wel een beetje net uit je vel. Ja, je zit eigenlijk gewoon net naast je schoenen te lopen dan. Van, je hebt je normale ik en je hebt degene die een beetje baalt en daarbij lukt het niet. En dan is het gewoon heel erg proberen om dat gevoel niet mee te nemen naar een nieuwe opdracht. Want dat is dan gewoon een extra hindernis. Stress. Stress is ook onvermijdelijk, maar het gaat vooral om hoe je ermee omgaat. Meestal als ik echt met iets zit, dan probeer ik gewoon op te schrijven. Want ik heb gevonden dat het echt heel goed werkt. Dat gewoon je gedachten op papier zetten en dan, mijn laptop in ieder geval. En dan een soort van last van je schouders. Maar het is een beetje hetzelfde effect als je het tegen iemand zegt. Dat vind ik ook, dat werkt voor mij ook meestal wel beter. Maar ja, je hebt niet altijd iemand naast je. Want ja, ik woon ook in mijn eentje. Dus natuurlijk niet dat ik even de deur kan open doen van hey. Ik zit hier mee. Maar dat opschrijven en dan echt dat goed over nadenken is meestal ook zet in perspectief. Dat je zegt van, misschien valt het wel mee. Of je hebt zoiets van, ik kan het zo aanpakken. Dus ik moet gewoon dit doen en dan is het gewoon gefixt. En wat, hoe ervaar je het als je dan stress hebt? Hoe uitzicht dat? Ik denk dat ik wat meer prikkelbaar ben. Ik sluit me wat meer af. Ik ben wat meer ingetogen. En heel chaotisch altijd. Wat zijn de bronnen die je aanspreekt als je zelf stress ervaart of niet lekker in je vel zit? Ja, hoe ik daarmee omga meestal is sporten doet me heel goed. En toch wel echt vrije tijd nemen om met vriendinnen af te spreken, bijvoorbeeld. Of met familie te zijn. Is er een leven zonder social media? Hele goede vraag. Ik kom natuurlijk uit Gen Z, dus ik zou zeggen van niet. Maar soms streef ik wel naar om bijvoorbeeld
in de vorige eeuw te leven en dat mensen nog echt bij elkaar kwamen om contact te hebben en dan echt deep talk hebben. Want ik merk wel dat alles via social media is natuurlijk wel veel small talk. Dus ja, je hebt misschien wel meer kwantiteit, maar ik weet niet of het de kwaliteit bevordert. Ik heb ook van die dagen dat je echt denkt van berichtje van ook moet meteen kijken. Dus daar niet mee bezig zijn is wel voor, ja, voor mijn generatie wel echt een luxe inderdaad. En bijvoorbeeld voor een tentamenweek heb ik laatst 2 weken mijn Instagram gedeactiveerd. En je merkt dan toch wel echt dat dat de prikkels verminderen. Ja, iets wat ik wel echt probeer te doen, zeg maar. Ook voor mezelf beslissen wat dan, ja, wat is betekenisvol, dat kijken. En dan denk je van, ja, is het nou echt de hele Netflix-serie in 1 keer binge? Is dat betekenisvol? Nee. Kan ik niet iets anders vinden om te doen? En op die manier ga je toch wel betere dingen vinden, zeg maar. Sibel. Ja. In theorie weet iedereen natuurlijk hoe je een goed, gezond en gelukkig leven leidt. Ja. Dat is de stelling. Oké. Okay. Ik denk dat in theorie klopt dat iedereen wel weet hoe je een gezond en gelukkig leven moet leiden. En dan in praktijk is dat heel vaak anders.